Hallo, ik ben Ilona van Ware Kracht. Je kunt mij vinden op www.warekracht.nl en op Facebookpagina Ware Kracht. Ik ga kijken naar de schorpioen voor april 2021. Dit is voor de schorpioen, april 2021. Kijk of het resoneert met je of niet. Het zijn natuurlijk de kaarten hoe ik ze interpreteer en ik leg natuurlijk ook de kaarten. Dus als het niet met je resoneert, of je ziet van nou, hier kan ik niks mee, dan is deze video niet voor je bestemd. Dus kijk maar, dit is in ieder geval voor de schorpioen, april 2021. Schorpioen. Oh, schorpioen. Even kijken. Ik heb al drie grote arcana kaarten. Vier zelfs. Vijf, nou. April wordt een heftig maandje voor je, schorpioen. Vijf grote arcana kaarten. Tot nu toe, de sterrenbeeld die ik heb behandeld, heb je de meeste grote arcana kaarten in de maandlegging. Je hebt namelijk ook als thema zwaarde 7. April, het zeg maar, het is voor april. Schorpioen, waar loop jij voor weg? Wat is het wat jij niet onder ogen wil komen, waarbij je heel stiekem met die zwaarde ergens vandoor gaat? Er is iets wat nu naar boven gaat komen. En dat is ook duidelijk te zien met alle grote arcana kaarten. Dat je waarschijnlijk in april, het ligt uiteraard altijd aan jou, maar dat er dingen zijn waar je niet voor weg kan lopen. Voor je algemene energie. Het maakt eigenlijk wat grote arcana kaarten. Dit zijn de drie grote arcana kaarten. Dus eigenlijk gelden die gewoon de hele maand april. Daar kan je niet echt zeggen begin, halverwege, eind. Omdat het gewoon een hele diepgaande energie is. We hebben matigheid, de hoge priester en de zegenwagen. Dit zijn kaarten voor jouw schorpioen. Je evenwicht terugvinden, de uitdaging aangaan en de controle over je eigen leven terugkrijgen. Daar staan deze kaarten voor. Dus jouw energie deze maand, en zeker met deze kaart, is erop gericht, schorpioen, niet meer weg te lopen voor iets waar je al lang al een besluit over had moeten maken. Of dit nou in je algemeen, in liefdesleven, op gebied van werk, maakt niet uit. Er is iets waar je voor weg bent, waar je eigenlijk, wat je eigenlijk niet wilde zien of niet onder ogen wilde komen. En dat komt nu naar boven. Het is nu zo belangrijk je evenwicht weer te vinden, weer tot rust te komen, de uitdaging aan te gaan. Wat zijn jouw normen en waarden? Daar staan de hoge priester voor. Om dan uiteindelijk te vertrekken of een besluit te maken, om die touwtjes weer in handen te nemen en controle over je eigen leven te nemen. Dat is zo belangrijk voor je schorpioen. Ik heb echt het gevoel dat dit een hele, hele belangrijke maand gaat worden. Als je dat nu niet aanpakt, schorpioen, dat is uiteraard mijn mening, want iedereen heeft de vrije wil, dan blijft dit hangen. Dan gaat dit een soort, het is net als je bent ergens op weg en dan elke keer wordt er steentjes in die stroom. Dus die stroom gaat steeds stroever en stroever en stroever. Pak je niet die steentjes uit die stroom, waardoor je flink weer door kan, dan gaat dat alleen maar stroever en stroever worden. Dus als je ergens voor weg loopt, kijk wat resoneert. Kijk wat het eerste bij je omhoog komt, want dat is meestal eigenlijk het, waar het om gaat. Het kan ook heel goed in de liefde zijn dat je dingen niet onder ogen wilt komen. Dan zal je daar, als je daar nu niet mee aan de slag gaat, dan zal dat de rest van dit jaar, misschien wel verder, zal dat echt steeds stroever en stroever en stroever worden. Waardoor je eigenlijk steeds klemmer, of tenminste, ik weet niet of dat een goed woord is, maar je steeds meer beklemd wordt. Je wordt beperkter. Dat gaat tegen je werken als je nu dat niet aan gaat pakken, schorpioen. In de liefde hebben we op zich positieve kaarten, ook weer twee grote arcane kaarten, maar ik heb het gevoel dat die met dat weglopen te maken hebben. Dus ik ga ze even op iets andere manier interpreteren als normaal. Dit is de aas van bekers, de zon en de magier. Zoals ik zei, twee grote arcane kaarten, die staan altijd voor een groot proces. Dus in jouw liefdesleven heb ik het gevoel dat er dingen moeten gaan veranderen. Dat is mijn gevoel, ook met de aas van bekers. Normaal gesproken zijn dit hele positieve kaarten en zou dat juist betekenen dat je liefdesleven gaat opbloeien. Maar met die andere kaarten erbij en het gevoel wat ik erbij heb, heb ik het gevoel, nee, dit is voor jou een soort wake-up call, schorpioen. Je zit in een situatie, of je nu single bent of in een relatie, die niet zo goed voor je is. Ik zal het over de single schorpioenen hebben. Het is belangrijk dat je heel dicht goed bij jezelf gaat kijken. Wat is er in jouw leven? Voel je je echt goed bij single zijn of niet?
Als je je daar gewoon nog niet een goed besluit kan maken, is het nu tijd om dat goed op orde te krijgen. Ga als single schorpioen, ga jezelf gelukkig maken. Vind die bron van liefde in jezelf. Vind dat innerlijke kind in jezelf en ga ook echt die magie vinden, dat manifesteren, dat bewustzijn. Want hoe meer jij in je kracht komt te staan als single schorpioen, hoe meer jij ook al iemand kan aantrekken die daarbij past. Hoe minder jij in je kracht gaat staan, hoe, nou ja, dan trek je ook mensen aan die daar niet bij passen, of je blijft zeg maar alleen, dat je juist niet helemaal niemand aan kan trekken. Dat kan ook nog. Schorpioenen zijn vaak ook alles of niets. Kijk even wat resoneert bij je, maar het gaat erom in april, in die maand, om echt goed bij jezelf te komen, schorpioen, en niet meer weg te lopen voor bepaalde dingen, niet meer weg te lopen voor pijn, niet meer weg te lopen voor bepaalde angsten dat er misschien niemand is of dat er niemand is die echt bij je past. Ga je innerlijke kind vinden. Ga weer die manifestatiekracht die je hebt in jezelf vinden. En die bron van liefde. Vind die in jezelf, want dan ben je er eigenlijk niet afhankelijk van voor anderen. En daardoor ben je des te aantrekkelijker. In schorpioen die in een relatie zitten, is het belangrijk als je in een relatie zit om dat te verdiepen. Om echt die diepgang te vinden, die verbinding. Kijk of je daarin echt ook, durf je je kwetsbaar op te stellen in die relatie? Kan je zijn wie je wil zijn? Mag je stralen? Durft die persoon ook jouw succes toe te laten? Dat is een heel belangrijke vraag. Soms kan er namelijk gesaboteerd worden zonder dat je het echt doorhebt. Maar wil de persoon waar je mee bent ook dat je echt gaat stralen? Wil die persoon ook echt dat jij succes hebt? Als dat zo is, ga dan voor jezelf staan. Want dan wordt de relatie alleen maar beter. Maar als dat niet zo is, als deze persoon dus eigenlijk niet zo eerlijk is, of misschien gemeen is, of je een beetje onder de duim wil houden, dan is het tijd om weg te gaan. Dan is het tijd om die teugels in handen te nemen en te vertrekken, want het wordt alleen maar slechter op. Dat is mijn mening, mijn invulling. Ik wil ook nog een wijsheid van het orakel van Colette Baron-Reed. Een kaartje trekken als extra aanvulling voor de schorpioen. April 2021. Even kijken welke boodschap er nog bij komt. Welke boodschap? Dat is wel een hele mooie hogere macht. Ik hoop dat je hem kan zien. Dat is een hele mooie lichte kaart. Ga meer dat contact in jezelf vinden, voelen. Die kracht in jezelf, de hogere macht. Misschien noem je het God, bewustzijn. Het is maar net hoe je het invult. Allah. Waar vind jij je kracht in? En sluit je daarop aan. Vind dat weer terug. Dan vind je ook je evenwicht terug. En dan kan je ook weer controle over je eigen leven krijgen. Dus het is een hele belangrijke kaart om die hogere macht weer in jezelf te voelen en te vinden. En niet weg te lopen, schorpioen. Loop niet meer weg. Dat gaat echt niet meer werken. Dus nou, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. En tot de volgende video, hopelijk. Doei doeg!